ergens in het hoofd van het systeem, maar dat is niet in het echt. Jij bent niet illegaal, jij bent een mens net zoals ik. Jullie daar zijn mensen net zoals ik. Zij zijn mensen. Bij ons allemaal loopt hetzelfde bloed in de aderen en alle vrouwen over de hele wereld geven geboorte aan kinderen in dezelfde pijn en dezelfde liefde. En dat maakt dat er niet één iemand ooit illegaal kan zijn. Dat is belachelijk. Dat is echt belachelijk. Ik denk dat onze tolerantie alleen maar schijntolerantie is. En dat was jaren geleden en dat is nu al lang niet meer. Want als ik zie dat in het nieuwe regeerakkoord het heel normaal is dat illegale crimineel verklaard worden, dan denk ik die tolerantie die is weg. En ik denk tolerantie is goed, maar ik ben intolerant tegen fascisme. Steeds meer meekomen naar demo's. Laat je stem horen, iedere keer opnieuw op grote demo's, maar ook in het klein om je heen. Bij mij thuis, ik wil geen racistische opmerkingen meer, klaar. Als er bij mij bezoek komt en die racistische dingen roepen, kunnen ze vertrekken of hun mond dicht houden. En dat is een grens die ik zelf stel, waarvan ik denk, van, word je daar bewust van, hoe het ingestoken is in ons systeem. Wat ik hoop is dat mensen beetje bij beetje gaan inzien dat fascisme ook hier is, ook in Nederland. En dat we daar tegen opstaan en een vuist tegen maken en zeggen dit willen wij niet, nooit. Nooit meer. De geschiedenis mag zich niet meer herhalen. Geen vrouw! Geen vrouw! Geen mensen! Geen vrouw!